Daisy. Nou, we gaan stoppen, anders moet ik straks nog huilen. Het is ondertussen 22:55. Wij zijn onderweg naar huis en we moeten nog, hoe lang moeten we nog rijden? 3 kwartier. Nog een 3 kwartier. Wat hebben we gedaan? We zijn vandaag in Friesland geweest en we hebben een nieuw project opgehaald. Die gaan we jullie morgen laten zien, want het wordt denk ik vanavond heel donker en hij is zwart. Dus raar, wat zou het zijn? Nou, daar willen we nog even aan jullie laten zien. Dus tot zo! Hey Daisy! Daisy! Kijk, hier hebben we Daisy. Hallo Daisy! Knappert. Moet je eigenlijk slapen? Het is zaterdagmiddag. Ik ben nu samen met Daisy. Ik ga Daisy eventjes helemaal mooi shiny in de knotten, beschermers en de dekjes zetten. Want we gaan even een leuk filmpje van Daisy maken. Huh? Goedemorgen, ik sta hier niet met Athos, maar met Decibel. Ik heb gisteren voor de allereerste keer op Decibel gereden. Dat ging echt hartstikke goed, dus ik mag Decibel vaker rijden vandaan. Er zijn natuurlijk een aantal nieuwe projecten voor Daan die er aankomt met jonge paarden. Dus Decibel komt een beetje bij mij. Kom maar vriend. Ja. Ik heb ook nog een nieuwtje over Decibel, want Decibel heeft een nieuw baasje. En waarom loop ik er dan nog mee? Omdat Decibel nog een tijdje bij ons blijft. Decibel blijft nog 3 of 4 maanden bij ons in training. Het is donderdagmiddag. En ik ben met Daisy. Ik ben nog even heel erg aan het genieten van Daisy. Want dit zijn zijn laatste dagen bij ons. Maandag wordt hij opgehaald voor het transport naar Zwitserland. Morgen komt er vanuit de douane een dierenarts die komt kijken of hij gezond genoeg is en of hij mag vliegen. En dan kunnen alle documenten in orde gemaakt worden. Dus ja, ik ga nog even extra van hem genieten. Ik ga lekker even rijden. Het was een lekker ritje met Daisy. Hij gaat steeds beter snappen. We zijn ook goed bezig met het zijwaarts. Dat wil ik eigenlijk dat het moment dat hij weggaat, dat er gewoon goed in zit. En vandaag kreeg ik wel die bevestiging. Jullie weten natuurlijk dat Daisy weggaat. En omdat hij naar een ander land gaat, moet hij gekeurd worden door de douane. Die zijn er nu, dus dat ga ik nu doen. Oh ja, nou. Als de chip het maar doet. Deze meneer is helemaal goed gekeurd voor het transport voor maandag. De
meneer van de douane komt langs van de Nederlandse douane. En die kijken dan naar het paard of die gezond is om op transport te gaan. Of die niet ziek is, of die zijn hartslag goed is. Moet ze even een stukje lopen, of ze een goede chip hebben. En of het allemaal klopt. En dan maken ze een officieel document op. Nou, dat is dus dat document wat ik hier nu heb. En die stuur ik dan nu op naar de vervoersmaatschappij die deze maandag komt halen. En dan is alles in orde om een maandag naar Zwitserland te brengen. Ik heb ondertussen deze bel gereden. Dit is ons laatste ritje, want maandag gaat hij weg. Morgen heeft hij dan een rustige dag, omdat hij maandag een lange reis voor de boeg heeft. Dan wil ik hem niet dat hij heel erg hard gewerkt heeft de dag ervoor. Ik moet zeggen, het was een heerlijk laatste ritje. Ik ga hem missen. Daisy. Nou, ik ga stoppen, anders moet ik straks nog huilen. Mijn eerste stop vanmorgen was bij de Jumbo. Om even wat Nederlandse dingetjes te halen. Daisy gaat zo meteen weg. En dan krijgt hij een doos mee met al zijn spullen die hij hier al heeft. En ik wilde ook even een leuk Nederlands pakketje bij doen met drop en stroopwafels en hagelslag. Dus dat hebben we nu eerst gehaald. Oké, we zijn op stal. Stop 2. Daisy klaarmaken. Daisy, kijk hoe mooi die is. Met zijn mooie deken. Mooie schone voetjes. Hij wil nu alleen eten. Deze is helemaal klaar voor. Hij gaat nu nog eventjes eten. Ik ga de deken weer mooi opvouwen, want die geven we mee in de doos met het zadel en alle andere spullen die meegaan. En dan is het wachten op de vrachtwagen die komt. Kijk, is wat een lekker pakketje. Ik zou het bijna zelf opeten. Mama is nog even de laatste hand aan het leggen om de deken weer mooi erin te krijgen.